nog 76. Woehoe. Nee, 76. Dat zeg ik. Gefeliciteerd, mama. Happy birthday. En de taart heeft Maria gemaakt met marmer. Dan gaan we sprinten. Kom niet weg. Oh, ik weer. Dat hij uitvalt. Help, Mike, help. En waarvoor ik niet meedeed? Nou, ik heb dan op motivatie nog niet echt gevonden. Dan heb je straks een dikke en een dunne. Siri is klaar voor het eten. Wow, je hebt meerdere dingen gemaakt. Nee, ik heb gewoon dubbele porties. Oh. Zou je liever in quarantaine zitten met 10 honden ja. en katten of met 3 kinderen? 10 honden en katten. Hij moet alleen iets hoger. Of niet? Is hij zo beeldig? Jullie en ik zijn happy, because the webshop is amazeballs with the high summer collection. Iedereen vindt het zo leuk. Ze zijn zo blij, ze zijn zo blij. Ze zijn zo blij, net zoals Stinky. Nee, nee, nee. Je moet iets meer je blazer open doen. Gewoon even je blazer uit. Ja, het is wel leuk voor de vlog. Oké, welkom weer bij onze nieuwste vlog. Vlog 76. Woehoe. Nee, 76. Dat zeg ik. Oh, dacht 76. Ik zeg vlog 76. Oké. Okay. Wat je allemaal deze week voor gaat zien, onder andere mijn liefdesjarig Jaime en onze mama, hebben ook een beetje kunnen vieren de verjaardag. Op afstand een taart gebracht en heel snel in de tuin opgegeten met 10 meter afstand. Want mama is natuurlijk heel voorzichtig. Ja. Ik ga sporten met Mike via Krachtmeester. Dat doen ze nu elke maandag, woensdag en vrijdag live via Facebook. En ik ga ook gezellig bij Romee eten. Die heeft echt weer een heerlijke macaroni pasta met kaas en combinatie schoot gemaakt. Ben je benieuwd wat we deze week nog allemaal gaan doen? Blijf kijken. Blijf abonneren. En dan gaan we weer een leuke winactie doen. Misschien weer met een hoogzomercollection. Love Riders. Zo leuk. Het is vandaag dinsdag. Ja, Fren, kom bij je. En Jaime is morgen jarig. En we kunnen natuurlijk niet echt vieren met familie en vrienden. Maar zoals jullie weten werken wij met Maria Sweet Cake die al heel erg lang. Die maakt ook altijd onze taarten voor de modeshows, verjaardagen. Voor iedereen die we kennen. Dus ik denk, hoe leuk is het nog steeds om te vieren met je geliefde of familie of vrienden met een mooie taart. En die heeft ze helemaal bij mij laten bezorgen. Dus super lief. En ik had gevraagd een foto van mij en Jaime met de hondjes. Als gezinnetje. En dan met Happy Birthday. Het is nu een beetje donker, dus ik ga morgen even een beter filmpje maken. Maar dan kan je alvast wel even leuk zien. Een Happy Birthday taart. En Jaime houdt dus van appeltaart. Dat is de vulling. Er staat ook Happy Birthday omhoog. Met onze foto, met onze hondjes. En dan met allemaal hartjes. Superleuk. En mijn mama is een dag na Jaime jarig. Dus normaal gesproken hebben we altijd 2 verjaardagen achter elkaar. Super gezellig. En dan hebben we dus nu ook een taart voor laten maken. En een marmertaart. Met paars en blauw. Aangezien dat mijn moeders lievelingskleuren zijn. Hoe mooi is dit? Dus dat is nog een verrassing voor mama. Kijk hoe mooi. En ik heb 1 laag gedaan. Aangezien we natuurlijk nu niet met veel familie zijn. Dus dat is meer dan genoeg voor als je alleen thuis zit. Kijk, al dat marmer, hoe mooi. Super blij mee. Kijk die leuke inpakking ook. Er worden heel veel 2 mensen heel erg gelukkig morgen. Dit is zo lekker. Mijn moeder heeft chocolade met banaanvulling, heb ik gedaan. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag en onze mama is vandaag jarig. Het is een beetje gek, we hebben een cadeautje mee. We gaan op afstand even staan geven en dan weer naar huis. Maar gefeliciteerd mama. Kom maar, we gaan naar mama toe. Ja. En we hebben een heerlijke geur bij Skins voor haar online besteld. En Marie heeft ook een mooie taart voor haar gemaakt. Dus we gaan het wel een beetje soort afvieren. Kom maar, Siri. Zo, ik heb net de hondjes uitgelaten. En ik zit nu in de auto. Ik ga nu Jules ophalen. En dan gaan we even met z'n tweeën een taartje doen met mama. Op afstand natuurlijk. Maar we moeten er wel eventjes zien. En de hondjes kunnen even lekker in de tuin rennen. En vanuit mama haar verjaardag. Normaal gesproken natuurlijk leuk uit eten geweest met z'n allen. Ook met de vriendjes. Maar nu is het gewoon te veel met z'n allen in één keer bij elkaar te zijn. Dus daarna gaan we gewoon weer naar kantoor. Dus het is een beetje een gekke tijd. Jij heeft gisteren ook zijn verjaardag gevierd. Dag 4 jaar gewoon met mij eigenlijk. En ik heb een taart dus besteld. En die heb ik ook gefilmd voor jullie. En verder hebben we eigenlijk gewoon wat besteld. En lekker makkelijk aangedaan en een filmpje gekeken. Dus er was niet heel veel om te filmen. Aangezien we natuurlijk nu niet echt iets bijzonders gaan doen. Dus dat. We gaan nu naar mama. En we hopen allemaal natuurlijk dat het snel voorbij is. En dat we snel weer met z'n allen kunnen zijn. Maar voor nu nog helemaal niet helaas. Ik draag vandaag wel de Reiner sweater in het crème. Was echt perfect bij mijn Prada tasje. Precies dezelfde kleur. We hebben geen make-up op gedaan. Ik heb wel voor jullie een make-up tutorial natuurlijk opgenomen. Maar nu had ik eventjes geen zin in. Het is ook heel erg mooi weer buiten. Dus misschien dat ik mijn mama nog even in de tuin ga liggen. Dat ik nog een beetje kleur krijg. En het ergste wat ik ook nog mis zijn ook mijn nagels. Natuurlijk, het is heel erg onbelangrijk. Maar ik zonder nagels is echt nog nooit voor gekomen. Maar ja, nu moet het eventjes. Dus ik denk dat iedere vrouw zich wel in kan vinden. Dat je niet kan wachten tot je haar wordt geknipt en mooi gefeund. En je lekker je nagels kan doen. Maar goed, dat zullen we allemaal wel kunnen krijgen straks. Nou, we hebben bloemjes opgehaald voor mama. En het helemaal in kleur. Helemaal blauw waar mama van houdt met een kaartje. En ik ben in lila. Mama voor mama de kleur. Jij bent helemaal doordacht, ik niet. Ik wel. Oeh. Happy birthday to you. Happy birthday dear mommy. Oh, moet natuurlijk hek open doen voor jou. Ja. Gaan we gewoon verjaardag buiten vieren. Niet een stoeltje, anders.
Nee, ik ga wel naar Sjoel zitten. Nou, mijn inpakkunsten zijn echt verrot. Maar goed, het gaat om het idee. En de taart heeft Maria gemaakt met marmer. Weet je de smaak nog? Karamel. Met bananenchocola. Oh my god. Doggies, hey Chérie. Hey Frank. Oh, wat heb je nou, trillipje? Wat heb je gegeten? Daar gaan wij. Daar gaat je taartje. Daar gaat je taartje. Oh, daar is die kan voor. Ja, ja. We hebben nagedacht. Ik dacht, waar staat die kan er nou met heet water? Nee, denk ik dat een mond zien. Oh ja. Hebben wij de verjaardag van Jij en mijn mama gevierd en hoe vonden ze de taart? Nou, we hebben het wel, nou niet normaal gesproken zijn met de hele familie en ook mama heel veel en Romee en zijn we met z'n allen, maar dat kon natuurlijk dit jaar niet. Nee. Maar we hebben wel een taart besteld bij Maria's Sweet Cakery voor Jij en mijn mama. Ja. De mazzel is dat ze één dag na elkaar jarig zijn, dus konden één keer kon Maria het brengen en makkelijk combineren. Aangezien het natuurlijk nu een lastige tijd is, ook voor Maria, aangezien nu heel veel verjaardag niet meer doorgaan, kan je nog steeds wel een taart bestellen bij haar. En haar supporten, dus dat hebben we ook gedaan. Dan voel je toch nog een beetje jarig en dan kan je toch nog met je vriend, zus, moeder eten. In plaats van dat je het laat staan. Of wat mama heeft gedaan, heeft overal in, heeft de taart verdeeld in bakjes en overal voor de deur gezet. Dus zodat ze toch een beetje de verjaardag kon vieren. En dit is geen sponsordeal. We hebben gewoon zelf die taart betaald en gekocht. Omdat we nu iedereen proberen zoveel mogelijk te supporten. Dus ga Maria's Sweet Cakery supporten. En bestel een leuk taartje voor je verjaardag. Want het is toch leuk als je, toch, als je toch niet het uit eten hoeft te betalen. Of al die dingen, dat je het gewoon aan je taart uitgeeft. Ja. Hoe beeldig is dat? Maar we hebben wel voor mama een mooi cadeau gekocht, alsnog. Maar we hebben niet echt uitgebreid gevierd en dat we helemaal leuk gekleed gaan. Nee. Hoe we normaal gaan. Dus dat gaan we wel sowieso inhalen. Zit je wenk nou mooi vandaag? Oh, is je weer omhoog geworsteld? Ik heb gel erin gedaan. Nou, dat doe je nooit, hè? Nee, zo, zie ik opeens. Ja, heel mooi. Nou, wat lief. Complimentendag. Zesde dag. We hadden heel veel leuke positieve reacties op onze Q&A quarantaine vragen. Ja. Dus we hebben er nu nog een paar verzonnen voor jullie, als jullie het leuk vinden. Ik ga hem aan jou voorstellen en dan doe jij een antwoord en doe jij de volgende vraag aan mij. Oké? Okay? Ja, is een heel leuk idee. Goed bedacht. Oké. Okay. Zou je liever in een gigantisch huis met uitzicht op zee met een zwembad, gym, bioscoop en bak-in-klasse te quarantaine doorbrengen? Ja. Maar deze duurt nog een jaar en je mag het huis niet uit. Oké. Of in een piepklein bouwval, maar de quarantaine is over een maand voorbij. Ja, een maand voorbij. Ja, ik ben wel, ik hou... Oh, zit een nootje vast. Ik hou wel van luxe, maar niet dat ik er een jaar... Zo erg waardeer ik het ook weer niet. Dan ga ik wel in een piepklein bouwvalletje en dan koop ik een opblaas zwembadje en dan ga ik voor de deur zitten in een zwembadje. Zolang wij zon hebben en we in de tuin kunnen zitten, vinden wij prima. Nee, vind ik prima. Een maand of een jaar, hallo. Wat zou jij doen dan? Nee, ik zou het ook bouwval doen. Maar als je alle luxe kan hebben wat je wilt en je hebt zwembad en het mooiste uitzicht... Ja, maar je ziet dus nog niemand. Nee, daar heb je ook niks aan. Een maand. Nee. Oké, zou je liever quarantaine doorbrengen zonder stromend water of zonder elektriciteit? Zonder stromend water. Maar dan kan je dus ook niet meer naar de wc doorspoelen. Nee, maar als je geen elektriciteit kunnen we niet werken. Dan hebben we geen inkomsten. Powerbanks. Nee. En dan kunnen we helemaal niks. Dan zijn we gewoon dan. Wow. Diepzinnig deze vraag. Nee, ik kan wel even zonder douchen, maar prima. Ja, dat kan ook wel. Prima. Ga ik wel in de zee poepen en plassen. Ik hoop zo'n Dixie wc buiten staan. Nee, dat is liever zonder stromend water. Oké. Zou je liever elke dag tot het eind van de quarantaine een simpele maar gezonde salade eten? Of een grote bak frietjes en saus naar keuze? Nee, gewoon een gezonde salade. Elke Ik kan salades elke dag wel mixen met iets anders. Dan weer mozzarella, dan weer linzen, dan weer... Ja, weet ik veel wat je allemaal Thaise beef Caesar. Maar een frietje blijft altijd hetzelfde. Elke dag frietje of gezonde salade? Is gezonde salade. Nou, ik weet niet hoor. Eén dag oorlog, de andere dag ketchup, de andere dag mayo, curry, raspatat, normaal patat. Nee, ik zou kotsmisselijk worden van al die aardappels. Zwaar op de maag hoofd. Zou je liever in quarantaine zitten met 10 honden en katten of met 3 kinderen? 10 honden en katten. Nee, eerlijk is eerlijk. Ik hou echt van kinderen. Marie ook. Ik bedoel, we hebben zoveel nichtjes en neefjes. Maar ligt ook aan hoe oud de kinderen zijn. Waar we heel goed mee zijn. Maar ik denk toch dat het honden in het algemeen een kat... Nou, katten helemaal. Die gaan naar buiten. Die 10 komen... honden is echt heftig hoor. 10 honden. Ik heb liever 3 kinderen. Nee. Honden kunnen gewoon lekker hun eigen gang gaan. Een kind kan je niet gewoon... Maar ik heb geen tuin. Dus ik moet die 10 honden echt dan heel veel uitlaten. Ja, maar die katten. Katten die haat ook die katten. Die lopen gewoon naar buiten. Nee, kinderen is veel meer werk dan een hond. Dat is gewoon dat ik zal eerder kinderen kiezen. 3 kinderen. Of 10 honden en 10 katten, hè? 10 honden en 10 katten! Ja. Nee, dat is toch 10 honden? Of zou je liever kunnen met 10 honden katten? Ja, dus zeg maar verdeeld. Dus zeg 5 katten, 5 honden. Nou, 5 katten gaan lekker naar buiten en dan honden. Nee, ik vind katten doodeng. Ik zal niet eens overleven om te slapen. Nee, maar die is echt heel erg bang. Zo met die katten. Nagels zo in je. Nee, ik heb liever 3 kinderen. Allemaal. En dan doe ik gewoon allemaal 10 jaar. Dan heb je niks aan. Kinderen van onder de 8, van 18 plus. Oké, hè? Nee, maar ik zat meer aan kindjes te denken. Die is gewoon 5, 6, zeg maar. 2, 4, 6 zijn. Die moet je echt gewoon de hele dag vermaken. Heb ik toch nog liever als kat in huis. Ja, het is toch wel heel gezellig. Nou, het is beide heel gezellig.
Nou, dus daar hebben we geen concreet antwoord op. Nee, excuse me. Oké, ik ga zo sporten via krachtmeesters, wat ze live uitzenden via Facebook. Ik draag de trekkingssweater van Reinders met het bikershortje. En ik ga proberen om de training vol te houden en om dit vaker thuis te gaan. Ja, stinkie. En om dit vaker thuis te gaan doen, want ja, iedereen zit maar thuis. Ik ben mega veel aan het eten. Ik denk heel veel van jullie hopelijk ook. Dus ik ga nu via krachtmeesters om 7 uur, dus ik heb nog een paar minuten, gaan ze live. En dan ga ik meedoen. Oh, ik hoor het niet. Hoe kan het nou? Yeah! Hij doet het! Woe, woe, woe. Nou, daar gaan we. Hoe kan hij zo enthousiast zijn? Nou, ik ben benieuwd of hij gaat beginnen. Mop, ga je meedoen? Nee? Alles klaar ligt. Ik heb helemaal niks. Oké, okay, daar gaan we. Zo. Oké, nog één keertje. Kom jullie naar voren. Wij proberen de raam te hebben. Kom naar voren. Kom. Oh. Nog vijf. Pa. Woep, woep. Zes. Oh, is dat niet goed? Zeven. Kut zo, je kan je vloggen en vloggen. Dat is wel goed. Ja. Push-ups. Mom? Push-ups, hè?
Ja, nu heeft hij op zijn buik met zijn benen in de lucht. Ja. Op zijn rug, voet aan tikken. Current situation. Wat zit hij? Ik kan mee niet meer tillen. Stinky, die snapt er helemaal niks van. Stink. Oké, ik ben er ietsje over de helft. Heel sweaty. Laat het rondje. Gaan we sprinten. Oh, schaatsprongen maken. Deze man is echt te energiek. Mike heeft me inmiddels verlaten. Nu is je lekker. God, Stink, je snapt er helemaal niks van. Vooral is dat ik nu nog moet eten, dus nu ga ik iets gezond eten. Oké, dankjewel, Stink. Ik ben klaar. Jij hebt me gewoon verlaten, hè? Ik ga douchen. Elke maandag, woensdag en vrijdag gaan we dit doen. Om 7 uur. Volg Krachtmeesters. Woep woep. Op Facebook kan je live meedoen. To get that summer body. En nogmaals, hier nog de Reiners trekking sweater met destroyed bikeshortje. Oké, Jules, hoe vond je die manier van sporten thuis? Oh my god. Nou, ik denk zoals heel veel mensen het eerst best leuk vonden om allemaal thuis... Misschien bij mij zo. Dat mensen... Misschien met iets meer. Ja. Dat mensen het best niet leuk vonden om thuis te zitten, maar op zich wel relaxed eventjes. Maar op een gegeven moment ga je zoveel eten en dan ga je zoveel snacken wat je normaal op werk niet doet, omdat je dan druk bent en nu ben je thuis en denk je, oh. Dan ben je ook wel toe even wat aan. Wat ligt er nou in de kast? De regen. Ja, dus toen had Krachtmeester dit geweldige initiatief om elke maandag, woensdag, vrijdag om 7 uur live te gaan. En hoef je niet voor geabonneerd te zijn, iedereen kan gewoon meedoen. Iedereen kan gewoon meedoen en meekijken en natuurlijk supporten ook om dit te delen voor hem. Want straks als het dan weer over is, dat hij daar eventueel leden uit kan krijgen. Dus dat doe ik nu. Dit is mijn tweede week en ik heb tot nu toe elke maandag dinsdag, heel veel spierpijn. En vrij gesport, heel veel spierpijn. En het is wat lastig, want je hebt niemand die zegt: kom op, doorgaan. Maar hij is zo excited dat je denkt: oké, nu stop. Gaat hij zeggen en doorgaan. Dus dan ga je toch nog even door. Maar dat is wel heftig, want ik had hiervoor 2 maanden niks gedaan. Dus het was een heftige sportworkout. Mike deed ook mee, maar die is op een gegeven moment gestopt. Want die dacht: ik vind het wel prima met die oefeningetjes. Dus toen ben ik alleen verder gegaan. En voor de rest probeer ik zoveel mogelijk water te drinken, geen frisdrank. Dingen te eten. Ik eet echt nog wel af en toe frietjes zoals gisteren. Maar ik heb gisteren stroopwafel gegeten. Maar ik heb dan weer geen stroopwafel gepakt. Probeer een beetje balans in te houden. Om het weekend wat slechter te eten. Maar door de week gewoon een ritme in te hebben dat ik continu eet. Dus ja, hoe vind ik dat? Ik vind, ik heb geen weegschaal thuis. Ik heb geen idee of het helpt. Maar ik kijk altijd meer van hoe mijn lichaam gewoon eruit ziet. Zelf niet in de spiegel hoe je het mooi vindt. Want qua gewicht is echt niet zo veel. Nee, want als je weer heel veel gaat sporten, krijg je natuurlijk ook weer spieren erbij. Dus ja, dus daar ben ik nu mee bezig. En ik moet zeggen, als je de hoge zomerfoto's ziet op onze webshop. Dus niks aan gefotoshopt, is het best oké. Ja. Ze vroeg ook aan mij waarvoor ik niet meedeed. Nou, ik heb dan op motivatie nog niet echt gevonden. Jij hebt er niks mee. Nee. Jij hebt gewoon niet. Ik moet echt gewoon gedwongen worden, echt een Patrick echt fysiek zien. Ja, of dat ik voor je deur sta en ik je mee. Ja, en dat jij gewoon zegt: kom, we gaan nu live. Dan doe ik het wel. Maar uit mezelf gewoon niet. Dat vind ik echt jammer. Dus misschien dat ik wel volgende week mee ga doen. Heb je straks een dikke en een dunne? Wie weet. Nee, grapje. Zo, het is vandaag woensdag en Sjoen en ik hebben net een werkdagje erop zitten. We hebben even leuke foto's gemaakt. Ik heb nu even mijn make-up eraf gehaald en nog even in de zon gezeten. En ik ga nu naar Romee en Daan toe, want wij moeten Frenkie naar de trimster brengen. En daar mogen we niet blijven zitten vanwege het virus nu. Dus vandaar dat we nu eventjes bij Daan en Romee een theetje gaan doen en wat eten op afstand natuurlijk. Aangezien die we ook echt al, denk ik, nu ook alweer 2 weken niet hebben gezien. Dus ik heb vandaag trouwens de Toise Espèce Lurex aan met de bukkelbelt. En daaronder een cycle shortje van Reiners. En mijn nieuwe schoenen van Bobbeens. Dus ik ga nu de hondjes pakken en dan gaan we lekker wat eten bij Romee. En ik heb kaasjes meegenomen voor haar. Van de kaashoek, aangezien ze dol is op kaasjes. Mij kan je niet blij maken met kaasjes, maar Romee en Daan wel. Frank, je bent al zo moe. Je moet nog. Hoe gaan we het dan doen? Ga je mee? Jullie, ga je ook mee? Ben je nog koud van het spelen in de speeltuin? De speeltuin hoor mij nou. In de tuin. We zijn tanken en Frankie mist papa zo erg dat hij uit het raam hangt, hè? Frank, wat is dat nou? Ja. Kijk hoe we staan. Nagels. Frank, wat is er nou? We zijn toch zo weer klaar? Ja. Ga zelf met de hondjes naar Romee. En de trimster. Julie heb ik nog niet gedaan. Aangezien die nog niet echt noodzakelijk is. Frankie zit helemaal onder de klit. Die is echt nog in verwisseling van zijn vacht. Dus daar ga ik dan wel mee. En ik ben best wel verkleurd vandaag eigenlijk, jongens. Oh, lekker. Misschien komt het ook door de neon dat ik wat bruiner lijk. Nou zeg. Hij komt eraan, Frank.
zenuwleier. Je hebt ze maar met die billen in je gezicht. Oh, ik ben benieuwd wat Romee heeft gemaakt. Die maakt altijd zulke lekkere dingen. Ik heb wat expres om 3 niks meer gegeten. Maar ik weet dat Romee zo veel kookt. We zijn klaar. Klaar. Frank is weer helemaal mooi, hè Frank? Heb je opgehaald? We gaan nu naar Romeetje toe. Het is heel vrolijk vandaag, jongens. Ja, ga je omheen. Jerry is klaar voor het eten. Hi, sis. We hebben met onze vlogcamera's. Ja. Dit is een nieuwe? Ja, ik heb een nieuwe gekocht. Wat heb je gemaakt? Het is heel lekker, en ik heb het zelf gekocht. Oh, dus dat kunnen ze zien. Oh. Wow, je hebt meerdere dingen gemaakt. Nee, ik heb gewoon dubbele porties. Kook voor de hele straat, hè? Ja, ja. Nee, maar dan geef ik jullie voor de schotel mee. En dan eten we morgen weer op verder. Oh, wat lekker. Ik hou er niet van te weinig graag. Nee, dat weet ik. Hé, Chiri? Dat weten wij. Waar zijn die andere ettenbakken? Nee, oh, daar. Hey Chapito! Ah. En gamba! Dus ja, macaroni met saus van met kaas, gehakt. Met saus, met kaas, met gehakt, met, met kaas, met spinazie en kaas. Het is macaroni met een saus van spinazie à la crème gehakt. Mm. En broodworst en ei en knoflook. Oh, lekker! Dus jij mag eerst. Dankjewel. Ik lust helemaal geen spinazie. Echt niet? En kaas vooral. Kijk nou, alvast ons eigen paasbrunch. Right. En wil je die van mij laten zien? Door mij speciaal voor mij red velvet cake. Oh. Is dat wel dat je cake? Hey, lekker. Dat lust je mij wel, hè, Chirietje? Met mij een chocolatje aan het heigen. Oké, okay, good morning. Oh, het is vandaag donderdag. We hebben gisteren bij Romee gegeten. Heerlijke spinazie macaroni schotel. En Jim heeft het nu meegenomen naar zijn werk om te eten. Ik heb de Reiners Bolties gestaan vandaag in het zwart met zilver. Ik ga nu Jules ophalen. Want we gaan nog even de bikinis shooten in de fotostudio. We waren vergeten de kleur zwart te fotograferen. De belangrijkste kleur, en die vergeten we. Want als jullie nu deze vlog bekijken, staat onze hoogzomercollectie online. Alvast één gedeelte, aangezien we op het andere gedeelte wat vertraging zit. Het is al lang klaar in China, maar aangezien het virus gaan gewoon de vliegen. Vliegtuigen nu voor met medicatie en echte noodmiddelen. Dus wij staan nog in de wacht. Dus we hopen daar snel wat meer over te horen. Maar voorlopig hebben we nu de handdoeken, de slippers, de cheeky bikini en de badpak. Dus genoeg leuke dingen en genoeg leuke kleuren. Dus ik ga nu Jules ophalen. Die mag van mij vandaag de bikini shooten. En dan zie ik jullie straks. Daar zie je het. Very bright. In een unicorn sweater with the latex. Oké, okay, dan gaan we weer. Gaan we weer. Stiekem een beetje koud, Vreem. Kusjes. En waarvoor ging ik bij Romee eten? Nou, ja, ik ging Frenkie naar het trimmer brengen. En daar mag je natuurlijk nu niet even blijven wachten. En aangezien Romee echt om de hoek woont, besloten we gewoon op welk afstand natuurlijk daar te eten. Ook omdat ik heb Romee denk ik nu ook al een maand ruim niet gezien. Dus heel gek, dan wil je elkaar toch weer knuffelen, mag niet. En dan heeft ze de tafel, Daan en Romee zaten hier en Jim en ik hier aan de tafel. En ze had natuurlijk weer voor de hele straat gekookt. Ja. Over Romee altijd te veel. Ja. Als je honger hebt, moet je gewoon naar Romee toe gaan. Dan weet je, ik eet ook nooit iets voordat ik naar Romee ga, want ik weet dat zij altijd mega veel. Ze had 2 grote schotels gemaakt, dus ik zeg, heb je nog een ander gerecht gemaakt? Ze zegt, nee, ik heb gewoon extra veel gemaakt. Dus Jim heeft het nu heerlijk mee naar werk genomen. En volgens mij kan je er echt nog 3 dagen uit eten. Dus het was echt heerlijk. Romee staat altijd wel bekend op het eten. En ze had heerlijke taartjes gehad bij Van Leek, die zit aan de overkant. Dus jij bent met velvet, dus ik ben eigenlijk heel slecht. Macaroni met kaas en spinazie en daarop nog red velvet cake. Wel heel lekker, maar ik heb er alweer dus nog niet gezien. Maar ik denk dat ik binnenkort, want de winkel is gesloten, Reiners Food Fashion. Maar ik kan online nog wel alles bestellen hoor. Maar dat ik gewoon even langs ga op afstand. Want ja, als het niet moet, hoeft het niet. Maar die winkel is zo groot, als zij bij de Toonbank staan, dat ik bij de ingang kan ik toch nog eventjes gedag zeggen. Miss you, Romee. Ja, we krijgen ook heel veel vragen waarvoor wij altijd zo met twee doen en Romee buitensluiten. Maar dat is dus totaal niet zo. Wij zijn werken samen, jongens. Dus jullie zien ons altijd samen. En ja. Romee heeft ook een eigen bedrijf waar ze super leuk mee is. Maar ook in de quarantaine. Ja, we kunnen Romee ook niet zien. Dus vandaar dat je ook heel veel ziet met z'n tweeën. Dus dat is het ook. En die tattoo hadden we met z'n drieën gezet. Vandaar de RJM. Romee. Niet wel Reiners, Julie Marie. Wat zien jullie volgende week? Dat is een hele goeie. Ik denk voornamelijk dat we mee helpen beneden, met magazijn nog. Met de online. Dat we alles een beetje meer structureren beneden, ook in deze rare tijden. Ik ga ook lekker varen, dus dat zal je denk ik ook wel gaan zien met de boot. Mijn allergrootste liefde is jarig. Mike is jarig, Loesje is jarig, dus je denkt ook heel veel verjaardagen We hebben voor komen. Hun ook een heel taart besteld. En ik ga niet laten zien wat, want dat En ik ga het hele huis versieren, dus... Moet je iets zeggen, want het Ben je benieuwd? Leuk kijken, tot volgende week. Love, Reiners. Abonneren!